Oké, het is vandaag 24 oktober. De maand oktober is eigenlijk relatief rustig verlopen. We hadden natuurlijk gehoopt op wat meer beweging. He, normaal is een oktobermaand kan enorm veel beweging geven. He, denk maar aan 87 en andere jaren, 2008. Dit jaar is oktober nog steeds een heel rustige maand. We zitten nog steeds een beetje te wachten met z'n allen in een soort vacuüm voor de verkiezingen in Amerika. Een ander ding wat natuurlijk met ons allen bezighoudt is de olieprijs nog steeds. Ja, die begint weer wat op te lopen. En die heeft de economie heel lang geholpen en begint nu toch een beetje weer tegenwind te geven. Maar de olie is één belangrijk ding, maar de echt belangrijke ding, noemde ik net al, is natuurlijk de verkiezingen. Wat gaat het worden? Wordt het Trump of wordt het Hillary? En we gaan het zien de komende tijd. Ik denk dat het dus nog steeds zijn we eigenlijk voorzichtig geweest. Misschien een beetje ten overvloede, maar we blijven gewoon even voorzichtig. Want de markt staat een beetje raar voor. Als je puur twee grafieken even bekijkt om een plaatje goed duidelijk te hebben, is allereerst de Eurostoxx 50 op een korte termijn. Als je daar het plaatje van ziet, dan lijkt het of we uitgebroken zijn aan de bovenkant. Maar andere kanten hebben we ook niet heel veel. Het kan ook een soort van head and shoulder worden, dus we hebben niet zo heel veel ruimte meer naar boven. Gaan we naar een lange termijn kijken, als we uitzoomen naar weekbasis. Dan zien we in één keer dat we best een moeilijk patroon hebben. En met een beetje pech kunnen we heel hard naar beneden vallen. Dus we zitten echt in zo'n punt van het kan inderdaad daadwerkelijk omhoog. Maar het kan ook heel snel naar beneden. En we blijven voorlopig dus nog steeds een beetje in het vacuüm. De IPO-markt is al op slot. Dus er worden geen nieuwe bedrijven meer aan de markt gebracht. Fusies zijn ook wat minder geworden. We hebben één hele grote fusie nu heel toevallig, AT&T. Maar daar vindt Trump ook al meteen weer wat van. Dus ook dat zal maar even de vraag worden hoe dat gaat uitpakken. Kortom, nog steeds een beetje afwachtende houding voor ons. En dat raden we dan ook u aan om even een beetje aan de zijlijn te blijven. Hou uw kruid droog en snel tot de volgende keer.